Vanaf 7 uur vanavond kun je op deze zender de Kettikotti-herdenking in de Almeerse Burgerzaal volgen. Op het Almeerse stadhuis wordt dan stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Ja, en Pascal Frederik is de presentator vanavond. Goedemiddag, Pascal. Goedemiddag. Goedemiddag. De voorbereidingen die zijn in volle gang. Wat kunnen de mensen in de zaal en de kijkers vanavond verwachten? Nou, wat ze kunnen verwachten vandaag is een herdenkingsceremonie. We gaan dan om 7 uur beginnen en we zijn ongeveer een uur bezig. En in dat uur komen verschillende sprekers voorbij. Er is zang en er is ook een spoken word artist. Dus die zal waarschijnlijk een voordracht doen. En het belang van vandaag is niet alleen herdenken, maar natuurlijk ook vooruitblikken en verbinden. Dus dat is wat men vanavond kan verwachten. Ja, want morgen is natuurlijk de echte viering, hè, van Kettikotti. En dit is dan voorafgaand eigenlijk een soort herdenkingsplechtigheid, zoals die natuurlijk al heel lang en sinds een aantal jaren ook in Almere wordt gehouden. Ja, dit wordt, als het goed is, de vierde opeenvolgende keer in Almere. Dus het evenement is groeiende. En je ziet ook dat er in meerdere steden in het land dat er ook aandacht aan wordt geschonken. En het mooie is dat hier in Almere dus vandaag al stil wordt gestaan bij de herdenking dus. En morgen is het dus het moment voor de viering zelf. Dus 30 juni, 1 juli. Ja. En wie zijn er allemaal bij vanavond, Pascal? Nou, we hebben de burgemeester Frank Weerwind van Almere. Die is een van de sprekers. En ook presentator, bekende Almeerder Jurgen Rijman. We hebben Anneke Dalger. Dat is de voorzitter van Stichting Comité 30 juni 1 juli. En naast sprekers hebben we ook muziek. We hebben een zangvereniging Sina 4. We hebben een zangeres Sharina Eijnen. Die is ook bekend van The Voice of Holland. En we hebben ook een spoken word artist Florian Vrij. Ja. En je zei al, dus een aantal sprekers, waaronder de burgemeester. Heb je al enig idee wat zij gaan zeggen? Ik weet niet exact wat ze zullen zeggen. Wat ik wel weet is dat de burgemeester standaard bij de Kettikotti-herdenking altijd het woord even neemt. Wat vooral belangrijk is om te weten is dat hij vorig jaar een persoonlijk verhaal heeft verteld over hoe hij zijn eerste confrontatie met racisme en zijn afkomst, wat hij heeft meegemaakt. Ja. En daar vertelde hij ook openlijk over. En wat hij vandaag gaat vertellen is nog een vraag, maar het zal waarschijnlijk wel boeiend zijn. Ja. Jij als presentator, waar kijk je het meest naar uit vanavond? Waar ik het meest naar uitkijk is natuurlijk het moment dat je in contact mag staan via de camera met de kijkers thuis. De mensen die hier in de zaal zijn, er zullen waarschijnlijk zo'n 24 gasten aanwezig zijn hier in de burgerzaal. Dat kunnen jullie als het goed is ook achter mij zien. En ja, die zitten natuurlijk op de keurige 1,5 meter afstand van elkaar. En het belangrijkste van vandaag is dat er heel veel traditie is. Er wordt ook een begin gemaakt met een tromgeroffel. En kort daarna zal er een plengoffer worden uitgevoerd. En na het plengoffer gaat het programma dan echt beginnen. Ja, is daar, wat je zegt, dit is toch een moment dat in belang toeneemt, hè? Dat ook op steeds meer plekken, ook op de avond van 30 juni, wordt gehouden. Is er veel belangstelling ook voor in het land? Hè? Want er kunnen dus niet zoveel mensen bij zijn, maar ze kunnen gelukkig kijken naar de uitzending vanavond. Ja, klopt. Dan denk ik dat we terug moeten gaan naar niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Toen vond het gewoon op het stationsplein plaats of op het stadhuisplein plaats hier in Almere Centrum. En als ik ga kijken naar de opkomst van het festivalgedeelte, daar waren denk ik bijna 5000 bezoekers aanwezig. Daar was Kenny B toen ook nog de head act. En in de ochtend was er dan ruimte voor een herdenking. En toen waren er volgens mij 50 genodigden. Wat je dan wel ziet, omdat het natuurlijk in de openbaarheid is, is dat er verschillende voorbijgangers voorbij liepen en toch even bleven hangen bij de herdenkingsrituelen. Dus ik denk wel dat het in belangstelling toeneemt, ja. Nou, spannend vanavond. Ben je al een beetje nerveus? Nee, ik ben niet nerveus. Het is een beetje gezonde spanning, dat hoort er een beetje bij. Maar we zijn al een paar dagen bezig met de voorbereiding. En vandaag gaat het dan echt beginnen. Dus ik ben vooral enthousiast. En kan niet wachten tot het 7 uur is, omdat we dan daadwerkelijk gaan beginnen. Ontzettend veel succes met de voorbereidingen. Mooie avond toegewenst daar. Mooie uitzending, Pascal, Frederik. En we gaan het zien vanaf 7 uur dus. Ook hier bij Omroep Flevoland, de Kettikotti-herdenking. Pascal, Frederik, dankjewel. U ook bedankt.